Bij het distributiecentrum van de Delijzen in Zellik is donderdagochtend een stakingspiket opgetrokken nadat de nachtploeg beslist had om het werk neer te leggen. Ook in het distributiecentrum van de Delijzen in Nienhoven is het werk meteen neergelegd. Nienhof Media bracht een bezoekje aan het stakingspiket van de Delijzen in Nienhoven. We gaan even meeluisteren en kijken naar onze beelden. In sommige landen willen we solidair zijn met onze collega's uit de stapelplaatsen van Zellik. Die zijn dus ook begonnen met actie te doen naar aanleiding van het transformatieplan die afgekondigd is bij Delijzen. Eerst in het begin was het niet heel erg duidelijk wat dat voor de arbeiders in petto was. Sinds vorige week weten we het wel. En dus dat is eigenlijk een Hans pakket die een weerslag zal hebben op de arbeids- en loonsvoorwaarden. Voor ons is dat totaal niet bespreekbaar. We hebben onze directie al verschillende keren kunnen kennengeven. We zijn zelfs zover al geweest dat ze dus een verzoening aangevraagd hebben op het ministerie van de arbeid. Waar dat we dus ook natuurlijk naartoe zullen moeten gaan. We zullen wel verplicht zijn. Maar uiteindelijk is dat we allemaal iets zal niet zal lopen. We blijven zeker en vast tegen de besparingen van de reizigerkant. Dus de reisvereniging ons momenteel op onderneming staat, beginnen ze altijd over Carrefour. Het verschil is dat Carrefour een bedrijf in moeilijkheden was. Wij zijn momenteel een belangrijk bedrijf in moeilijkheden. Wij maken nog aanzienlijke winsten. Alleen zijn de winsten niet wat dat de aandeelhouders van de lijst verwachten om hun dividend te kunnen uitbetalen. En daarom moeten er inleveringen komen, maar dan de inleveringen op de kap van de werknemers en niet van de aandeelhouders.